Yo kijkers van Shadowgames 23, ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie de allereerste episode van Zoo Tycoon 2 The Derp Zoo. En ja, ik weet het, Zoo Tycoon 2 is een hele oude game, maar ik besloot, weet je wat, laten we er gewoon eens een leuke playthrough van maken, sure, why not. Maar goed, dit wordt een hele leuke nieuwe serie op Shadowgames 23, want jullie mogen onder iedere aflevering van de Derp Zoo reacties achterlaten met jullie favoriete dieren die ik in de zoo moet plaatsen. En het dier wat dan het vaakst voorgekomen is in de reacties, bijvoorbeeld als 5 mensen een nijlpaard vragen, dan zal ik uiteraard dus dat nijlpaard gaan doen, want dan willen meer mensen een nijlpaard. En ja, maar als er ook bijvoorbeeld heel veel verschillende dieren in de comments zijn voorgekomen, dan moet ik er uiteraard zelf eentje kiezen. En ja, jongens, dit heeft geen zin om te gaan spammen, want wel, ik moet al die berichtjes lezen en ik krijg ze ook allemaal binnen en dat vindt mijn telefoon helemaal niet leuk. En en ja, wel, sommige mensen lezen ook altijd gewoon de comments omdat ze het leuk vinden. Ik lees vaak ook de comments. Dus ja, daar heb ik dan best ook wel last van als er allemaal van die spamberichtjes in staan. En wel, jij schiet er zelf ook niks meer op, want het telt nog gewoon als één stem. Dus ik raad je gewoon aan om niet te gaan spammen. Dus ja, maar goed, Zoo Tycoon 2 dus. Ik heb Zoo Tycoon 2, de Ultimate Collector's Edition. Die heeft 4 uitbreidingspakketten. Het eerste is Endangered Species. Het tweede is Marine Mania. Het derde is Uitgestorven Diersoorten. En het vierde is African Adventure. En ja, al die uitbreidingspakketten geven ons een veel groter scala aan dieren, hekken, extra's, gebouwtjes. Weet ik veel wat er allemaal mee komt. En ja, het is zo'n tijd geleden dat ik Zoo Tycoon 2 heb gespeeld. Dus ja, vroeger speelde ik het echt gewoon non-stop. Ik had er een heel leuk verhaal over. Dat ga ik nog wel een keer met jullie delen. Maar ja, mijn hele computer, mijn oude computer is er helemaal door gecrashed op een gegeven moment. Omdat ik 200 dieren downloads had. Want je kunt ook allemaal nieuwe mappen downloaden en dieren en extra hacken. Je kunt complete Jurassic Park packs downloaden. Misschien doe ik dat wel. Moet ik even kijken. Ze hebben het allemaal veranderd. Maar het lijkt me wel heel gaaf om een keer gewoon met jullie een keer een Jurassic Park te maken. Dan ga ik gewoon op zoek naar alle dieren die ze in Jurassic Park hadden. En wel, dan gaan we daar een aparte playthrough van maken. Maar goed, voorlopig dus, dan zit het de Derp Zoo. En ik noem het de Derp Zoo omdat ik dus weken, wat zelfs jaren, geen Zoo Tycoon heb gespeeld. Maar goed, laten we maar eens gaan beginnen, want we zitten al te lang met het menu of niks te neuzelen. Even kijken, goed. En jongens, het wordt geen tutorial, het wordt gewoon een leuke derpy playthrough van mij die de Zoo Tycoon speelt. En ja, jullie zullen niet iedere dag hier episodes van zien. Ik ga proberen om er ongeveer 2 tot 3 per week te doen. Want wel, ik moet ze dus iedere dag recorden. Als ik een dier heb gevonden die ik echt wil plaatsen. Dus ja, maar goed, mappen dus, even kijken. We hebben hier alle kaarttypes, even kijken. En ja, onthoud wel, dit is de Ultimate Collector's Edition. Er zijn ook nieuwe mappen bijgekomen. Er is zoveel extra rotzooi bijgekomen. Zoals hier met dat schelpje en met die botjes en dat gras en zo. Dat is allemaal nieuw volgens mij. Dus ja, maar goed, mappen dus, even kijken. Ik pak mijn favoriete map even. Dat was volgens mij Stadsdierentuin groot, of niet? Ja, deze was het. Oké, okay, die is in Noord-Amerika. Dus ja, huppakee, create new world. Even kijken, goed, dan krijgen we frame drops. Oeh, god, oh god. Nou, jullie lopen nog wel aardig. Oh, nee. 4 frames per second. Jee. Maar dat is logisch, want ja, dat is wel laat dus. Even kijken. Goed, wel. We beginnen met een halve ster. Dus ja, hopelijk krijgen we uiteindelijk een 5-ster zoo. Goed, maar goed. Ondertussen dat ik het pad even ga veranderen. Want dit pad is gewoon helemaal niks. Even kijken. De controls waren WASD voor bewegen. Muisscrollen was in- en uitzoomen. En gewoon de, ja, muisklik is natuurlijk voorwerp klikken. Lijkt me logisch. Maar goed, naam Stadsdierentuin. Nobody. Dat gaan we even veranderen. In the derp zoo 1, want dit is zeg maar seizoen 1 van de Derp Zoo. En wel, we gaan later wel een keer seizoen 2 maken als deze dierentuin helemaal vol zit. Want ik ga wel groots te werk in mijn dierentuin. Net zoals bij Minecraft, alles moet groot bij mij. Maar goed, even kijken, we openen hem natuurlijk. En wel, we hebben dan wel onbeperkt geld. Maar dat betekent niet dat we de prijs niet naar hoog kunnen zetten en alle mensjes beroven van their monies. Want wel, het zijn gewoon arme sloegers hier in Zoo Tycoon 2. Goed, wel, ondertussen dat ik het pad ga veranderen, ga ik jullie dat verhaal wel eens even vertellen over mijn geschiedenis met Zoo Tycoon 2. Ik gebruik, by the way, klinkerpad, dat vind ik gewoon zo fancy. Maar goed, dus bij geschiedenis met Zoo Tycoon 2. Een jaar geleden leefde er eens een heel klein lief kindje. Dat speelde heel graag Zoo Tycoon. Nee, maar een jaar geleden heeft een vriend van mij mij geïntroduceerd in de dierendownloads van Zoo Tycoon 2. Want we probeerden dat al een hele tijd ja, voor elkaar te krijgen. En ja, dat werkte nooit. Alleen hij kwam er uiteindelijk een keer achter. Dus ja, vond ik echt super chill. Dus ik zat werkelijk, geen grap, gewoon 24/7 allemaal dierendownloads te downloaden. Dus van Zoo Tycoon 2. Ik had wel 200 krokodillen, 30 nijlpaardsoorten. Ik weet het gewoon allemaal niet. Mijn hele computer zat op een gegeven moment vol met die rotzooi. Mijn hele, ja, ik heb op dit moment een SSD, maar mijn hele harde schijf waar mijn Windows op stond, waar de Zoo Tycoon ook op stond, zat helemaal vol met die troep. Dus, ja, ik moest uiteindelijk alles verwijderen. En wel, mijn hele Zoo Tycoon crashed op een gegeven moment. Omdat wel, ik had iets verkeerds gedownload, iets van een
raar pack of zo, want je hebt ook van die dierenpacks en zo. En zoals bijvoorbeeld het Genesis pack. En wel, dat kun je niet zomaar verwijderen. Dat is net zo'n pack als Endangered Species en zo. Dus ik heb het volgens mij, wat is het, 3 maanden geleden weer opnieuw geïnstalleerd. En wel, ik heb het er nooit meer gedaan. Dus ja, tot nu dan. Maar goed, ik heb het pad nu gemaakt. Het is een mooi klinkerig pad. En ja, als je op G drukt, dan ga je in guest mode en dan kun je alles driedimensionaal bekijken. Het is echt wel chill, want je hebt zo'n mooie stad daar en zo. En ik voel me nu heel erg plat, want wel, ik ben Minecraft gewend. Maar goed, waar ik aan zit te denken, en hij weet het nog niet. Ik wil een keer met hem, want hij komt hier af en toe een keer, de laatste tijd niet meer heel erg, maar dat wil ik wel heel graag doen. Wil ik een keer van plan zijn om een Zoo Tycoon dual commentary met hem te maken. Dus iedere keer als hij hier is, gaan we gewoon de episodes van Zoo Tycoon 2 recorden, waarin we gewoon, ja, duels gaan doen, zeg maar. Maar goed, we gaan maar het eerste dier plaatsen, want ik lul al gewoon te veel. En dan wil ik wel een hok klaar hebben vandaag. En ja, zo'n dus lekker lange episode, dat is altijd zo bij mij. De eerste aflevering van de serie is altijd lekker lang. Maar goed, omdat dit de allereerste episode is, mag ik zelf een diertje uitzoeken. En ik heb er al één op het oog. Mijn favoriete dier, jee, de dodo. Ik vind hem zo grappig. Kijk daar gewoon, die ogen ook gewoon zo levenloos. Even kijken, ik vind hem echt gewoon awesome, de dodo. Even kijken, ik moet nog wel even iets van een pad hier zo heen maken. Zo, en hier en daar. Puur omdat wel, ik hou alles symmetrisch in mijn park. Dus ja, ik ben nou eenmaal zo. Even kijken, zo, zo en zo. Perfecto mundo. Even kijken, oh, je kunt by the way ook spinnen met je muis. Dus ja, even kijken, zo. Nou ja, het beeld kan misschien een beetje breed zijn. Maar dat komt natuurlijk omdat ik op een 16... keer 4 monitor record, zeg maar. Ja, breedbeeld monitor, laat ik maar zo even zeggen. Ik heb nou ook, zeg maar, een vierkant. Dus ja, het kan een beetje uit elkaar getrokken zijn. Maar ja, dat is bij iedereen zo op YouTube. Dus ja, ik vind het niet heel erg, maar oké, je moet er maar mee dealen. Even kijken, goed. Want wel, ik ga niet recorden op die kleine poepmonitor van mij. Goed, dodo's dus, mijn god. Waar plaatsen we de dodo's? Ik plaats hem hier, even kijken. Dan moeten we een leuk hekje voor de dodo hebben. Wat is een leuk hekje voor die dodo bird? Even kijken, ik vind dit wel leuk, laag hek. Goed, wel, hoe groot willen we dat verblijf hebben? Even kijken, de dodo's die planten zich voort als konijnen. Dus er moet wel een redelijk groot verblijf voor zijn. Even kijken, zoiets als dit is groot genoeg. Ja, ik denk het wel. Zo, even kijken, dan maken we dan hierheen. Even kijken, en dan tot hier. Zo, perfect. Dan hebben we al een mooi verblijf. Even kijken, zo. En ja, we gaan ook helemaal te werk met allemaal van die fancy, wat zijn de safari-ritjes. En allemaal van die coole... Ah ja, wat zijn de kabelbaanavonturen en weet ik wat voor rots we allemaal hebben. Kijk maar, hier hebben we auto's en zo. Daar gaan we nog een keer een leeuwensafari mee maken. Gewoon klassiek Beekse bergen en zo. Even kijken. Dodo bird. Ja, oké. Okay. De dodo vogel eigenlijk. Hè. Goed, wat geven we hem? Gras of gras en aarde? Ik denk gewoon gras, puur om het feit wel... Volgens mij ligt dit beest gewoon volledig in het tropische regenwoud. En niet aan de kust met rotsen en zo. Of naar de kust is meer met zand. Maar gewoon zeg maar in de bergen en zo. En dat is ook wel heel grappig om te weten. De dodo's zijn niet gestorven door overbejaging. Net zoals de mammoeten. De dodo's zijn net zoals de hedendaagse lemmingen. Ik weet niet of jullie een lemming... ik weet niet of jullie weten wat het is. Maar een lemming is een gigantisch dom beest, want met zijn droge hasses gewoon van de ravijn afspreekt. Gewoon boom, splan. Dat is niet boom, maar meer splatsch. Dus die plegen dus allemaal zelf, man. Ik vind het echt enorm falend. En ja, ik kan wel dit allemaal aanzetten, dan kan ik allemaal plantjes krijgen en zo. Maar ik vind dit gewoon fijner om te doen, vooral bij regenwoud. Anders wordt het zo vol. Maar dus dat deden dodo's ook. Die sprongen ook gewoon van de ravijnen af. Net zoals de lemmingen dat hedendaags doen. Ik vind het enorm falend. Ik snap het ook niet. Maar het zal wel iets raars zijn of zo. Goed, even kijken. En wat ik wel falend vind is dat we geen mammoeten hebben in Zoo Tycoon 2. We hebben wel mastodonten, maar geen verdomde mammoets. Ik snap niet wat de deal ermee is. Maar nou, het is nog helemaal zo. We moeten er maar mee dealen. Even kijken. Zo, ik geef de dodo's wel wat open ruimte. Gewoon puur om het feit wel. Ik denk dat ze straks met heel veel zullen zijn. En wel, ze zullen denk ik wel wat open ruimte waarderen. Eens even kijken. Nog wat bananenboompjes. Hup, 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 hup. Zo. Ik wil ze ook wel wat dicht begroeien geven. Zoals hier bijvoorbeeld. Maar ook weer niet echt gewoon te dicht. Dit wil ik open laten, want hier komt de eetplek. Even kijken, kan ik hier nog zo'n mooie olifantenboom neer kwijt? Nee, oké, dan plaats ik gewoon even van deze. Zo, die zijn erg mooi. Even kijken, zo. Goed, nu plaatsen wij even een personeelsingang.
Even kijken, where do we put that thing? Even kijken, daar. Oké, dan gaan we even in guest mode. En dan gaan we even kijken hoe het verblijf eruit ziet. En ja, je kunt by the way ook springen met je muis scrollen. Dus ja, best leuk. Even kijken, zo. Misschien krijgen we deze episode nog wel in een redelijke tijd af, jongens. Even kijken, ik vind het veel te open. Ik moet denk ik nog wat van die dichte olifantenbomen plaatsen. Dat zijn die boompjes daar zo, deze met die liaantjes. Dus ja, moet ik er misschien hier wat van plaatsen of zo? Moet ik even kijken. Ik vind het dus inderdaad wel dat het erg open is. Even kijken, kan ik dit wel weghalen? En ja, ik ben een erge pilot in Zoo Tycoon. Of nou, dat valt ook wel mee. Maar ik hou gewoon echt van om alles gewoon helemaal perfect en goed en awesome te maken. Even kijken, zo, wat van dit. En die. En dan kan die daar nog wel. Oké, en dan kan ik nog even die palmpjes daar en daar kwijt. Oké, het moet wel een beetje open zijn natuurlijk. Want wel, dodo's die vinden het vast fijn om wel wat open lucht te hebben. Maar bij een hol wil ik wel wat, ja, wat dichtheid hebben. Even kijken, zo, dit ziet er wel redelijk goed uit. Ik ga er nog misschien wel wat heuveltjes in plaatsen. En deze bomen acuut weg. Want wel, die staat voor de stomme ingang. Nou, eens even kijken. Ja, ik ben weer buiten. En nee, je kunt niet sprinten, jongens. Ik heb gewoon zo de neiging om Minecraft sprint te gebruiken. Even kijken, nee, je moet met spaartjeballen een beetje poep opruimen. Etensbakjes ja, hervullen en allerlei andere rotzooi doen. Dingetjes openmaken en zo. Kijk, dit vind ik wel mooi dat dit zo open is. Want wel, dan kunnen ze hiervoor gewoon liggen zonder banen en zo. Dat doen dodo's, denk ik. Even kijken, nou, dan hebben ze hier ook een open plekje. En wel, ik vind het een erg mooi verblijf. Ik wil er wat heuveltjes in hebben. Dus ja, dan gaan we een beetje verhogen her en der. Zo, oh jeetje. Nou, dat vind ik niet heel slecht hoor. Even kijken, dat willen we niet. Dat willen we niet. Oké, wel, kennelijk willen we dat toch. Even kijken. Dan moet ik dit weer weghalen. Even kijken. Het is altijd een heel gekloot om dat goed te doen. Even kijken, zo. Oké. Ik krijg wat hek er weer bij. Zo. Dan moet ik dit maar even kleiner maken dan. Zo. Even kijken, yo, oké. Nee, omhoog. Hallo, omhoog zeg ik toch. Heuvel. Heuvel. Ho. Ja, nee, dan hebben we dit gezeik hier weer. Daarom plaats ik nooit echt heuvels in verblijven, maar omdat dit een tropisch regenwoud ding is, wil ik dat wel heel graag doen. Even kijken, dan maak ik gewoon wat kleinere heuvels. I don't care, even kijken, zo. Nee. Nee, hey. Nee. Ik zeg toch nee, man. Ik zeg toch nee. Nee. Nou, dan maar geen heuvels voor die soms scheiddodo's. Plaatsen we er wel stenen in. Mijn god, even kijken. Hier een steen. Kun je eens een fucking steen in dat stomme verblijf doen? Even, nee, dan kan je steen. Even kijken. Steen. En kleine steentjes. Zo, we gaan geen water aan de dodo's geven. Want wel zeggen, gehandicapte dieren die verdienen het niet. Goed, planten wel. Plantjes. Plantjes in de house. Jee, zo. Ja, van deze mooie bloemetjes. Huppakee. Zo lekker fruitig maken. Of nou, fruitig. Fleurig. Dat is wat bakken zocht. Hup. Wat mushrooms. Yo. Komt u maar. Huppakee. Nou. Speeltjes, of nou is het eten, lijkt mij. Hè? Even kijken, nou hier gaan we het eten allemaal doen. Trog met water, shit, die doen we daar. En dan plaatsen wij nog even wat bakjes met water. Hier plaatsen we er dan één. En daar nog één. Even kijken, dan moeten we hier iets van eten doen. Zo, besjes, samen met banaantjes. En dan doen we hier ook nog wat besjes met banaantjes. Met besjes, met banaantjes. Even kijken, en dan moeten we iets van appels. Een holle boomstam met appels, die kunnen we daar wel plaatsen. Perfect. Goed, hebben we alles? Nee, speeltjes moeten we nog even kijken. Maken we hier wat vijgen? Oh mijn god, die kringen zijn duur, want het zijn diamanten vijgen. €50 voor wat vijgjes. Nou ja, we hebben even door het hele verblijf heen. Nou, dan kunnen we hier wel iets leuks doen, zoals bijvoorbeeld een banaan in ijs. En een appel in ijs, ook geweldig. Piepbeest, uiteraard, en zo daarheen. Even kijken, naar dodo-steen. Kunnen we wel voor het verblijf plaatsen, want die eten ze op. Dit lijkt me echt gewoon zo'n game voor Faco Games. Ik weet niet wat het is, maar het lijkt me gewoon echt weer iets voor hem. En een voederbal en een ja, rubber speelgoedje. Oké, goed, wel. Dit hebben we, dit. Check. Ja, behalve dodo's nog, maar die moeten we laten doen. Even kijken, dodo's doe ik altijd als het laatste. Even kijken, nu moet ik eerst het verblijf gaan aanpassen. Even kijken, zo. Want ik plaats ook altijd, ja, wat plaats ik altijd? Nou, ik plaats, ja, overkappingjes en alles het rotzooi. Even kijken, goed, ik wil even de overkappingjes bij de dodo's. Daar één. En dan plaatsen wij er hier ook nog één. Oké, wat we wel moeten doen is, dan moeten we het wel... Ja, dan moet... Nee, dat hoeft niet. Het pad hoeft dan niet breder. Wat ik wel wil doen is, ik wil er... ja, dat is dan heel leuk, Ronald. Dat wil je. Kan ik dit hier... Nee, dit is drie. Damn, dat is voor drie pad.
poep. Even kijken. Nou, dan moeten we wat anders ondernemen. Nou, ik kan wel... Nee, dat wordt niks. Het moet simpel worden. Hou het simpel, anders ben ik te lang bezig. En dat willen we niet. Het moet een leuke serie worden. Even kijken. Wat wou ik doen? Ja, verkijksplaats. Want we moeten de dodo's bespieden. Want ik leid mijn personeel op als James Bond. Dus ja, even kijken. En right, ja. Nou moeten we donatieboxen plaatsen. Want wel, ik heb het geld niet nodig. Maar we hebben zulke gulle bezoekers. Die geven ons zoveel geld. En die geven het zo graag. Dat ik er geen nee kan tegen zeggen. Of nou, geen nee tegen kan zeggen. Mijn god. Even kijken. Zo, we even ABN gaan praten. Even kijken. Plaatsen we hier een vuilnisbak. Recycling doen we niet aan. Helaas. Maar ja, het zal... nee, we plaatsen recyclingbakken alleen op terrasjes die we, by the way, in de volgende episode hier gaan maken. Dus ja, even kijken. Dan hebben we in principe alles. Nee, we moeten nog bankjes. Want de mensen zijn lui. Ze moeten gaan zitten. Even kijken. En daar één. En daar één. Goed, wat moeten we nu doen? Wel, verzorgers, lijkt me logisch. Uno, verzorger. En jij... werkt nu in het dodo-verblijf. Oké. Wel, moment of truth. We gaan een dodo plaatsen. Even kijken. Eén mannetje dodo. En één vrouwtjes dodo. Oh, laten we eens gaan bekijken. Oh, we gaan dat wondervolle specimen eens even bekijken. Of nou, is het wondervol? Nee, wonderschoon. Mijn god. Even kijken. Oh mijn god, wat lekker heuvelig is het hier. Nou, dat vind ik dodo's vast fijn. Hallo dodo's, hallo, oh hallo, oh hij is happy, oh hallo dodo, ja het zal, piepbeest, oh mijn god, dooi vis op het water, dat is het lelijkste piepbeest wat ik ooit heb gezien, het beest is gewoon, jezus, een piepbeest van Tsjernobyl, geweldig, even kijken, goed, waar is de andere dodo, hallo andere dodo, hallo, ja, we gaan ze bij de way geen naapjes geven, beetje pointless, dus ja, we moeten niet gerecht raken aan ons eten, attracties, maar goed jongens, bedankt voor het kijken allemaal, ik ga het hier belaten voor vandaag, we hebben mensen, even kijken, we hebben Douglas Dog Huntsman, yes, yes, afro-kapsel, en we hebben hier Don Carter, wat denken ze? Ze denken helemaal niks. Oké, maar goed, jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Ik ga het hier belaten. Ik ga jullie vragen om even een like achter te laten. Even te subscriben naar ShadowGames23. Even, volgen. Even volgen mij op Twitter. Dat wilde jij niet. Oh, ketsal. Nee, even, volg mij even op Twitter. Goed zo, joh. Maar goed, dus volg mij op Twitter. Bedankt voor het kijken allemaal. Laat een comment achter met jullie favoriete dier. Als er geen comments zijn binnengekomen, mag ik weer een diertje uitkozen. Uitkiezen. Oké, jongens, ik heb een ABN-pil nodig. Nee hoor, maar tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken en ik spreek jullie later. Later, mensen.